Een handelsreiziger? Een leraar? Een zakenman? Nee, hij ziet er meer uit als een predikant, vind ik. Oh, vast. Hij is erg aardig om zo te zien. Ernstig. Beetje plechtig. Hoe zou het zijn als je met een predikant getrouwd bent? Hoe zou dat zijn? Hoe zou dat zijn? Hoe zou dat zijn? Oh, ben je er, Freek? Eindelijk. Ik was zo ongerust. Ik ben altijd bang dat je iets overkomen is. Gunst, mijn kind, wat zou mij moeten overkomen? Nou, je weet nooit, met zo'n fiets op zo'n landweg, hè? Ja, zijn de kinderen in bed? Ja, allang. Ik ben wel erg vermoeid, Cornelia. Arme lieveling, natuurlijk, ik begrijp het. Hier zijn je pantoffels. Zo. En je glas karnemelk? Nee, dank je, laat maar. Ik heb een oude man gesproken. Oh ja? En heb je iets voor hem kunnen wezen? Oh, stellig. Hij was er bijna, maar hij was er nog niet geheel. Wat heerlijk en wat jammer. En ik heb een jonge vrouw gesproken. Zo. Zij zei, ik kan niet. Maar ik zei, je moet. En toen? Oh, zij begreep het. Wat heerlijk. Ik heb nog peertjes op het fornuis staan. Wil je misschien nog peertjes? Je zou me een groot genoegen doen, Cornelia, door niet steeds over eten te praten. Het staat enigszins platvloers. Oh, neem me niet kwalijk. Vergeef me. Ik vergeef het je, natuurlijk. Het is alleen bezorgdheid, Freek. Je werkt zo hard en je bent zo vergeestelijk. Je brandt zo snel op als een kaars. Peertjes zouden je goed doen. Nee, dank je. Ik wil helemaal niets. Vertel eens, wat heb jij gedaan vandaag? Oh, niets bijzonders. Wat ik altijd doe. De vrouwenclub, soep gebracht naar de misdeelden en lekenspel geleid. En de bejaarden? Oh ja, met de bejaarden naar Valkenburg geweest, ja. Goed, Cornelia, uitstekend. Uitstekend. Ik moet je iets zeggen. Ja, lieveling. Oh, morgen eten we puree. Ja, Cornelia. Vergeef me, met een korstje. Ik heb je al eerder gezegd, ik wou niet dat je steeds over eten sprak. Ik moet je iets zeggen, Cornelia, iets wat mij al tijden lang zwaar op de borst drukt. Ik mag zeggen, zeer zwaar. Wat is het dan? Zeg het me dan. Er mogen toch geen geheimen tussen ons bestaan? Ja, ik aarzel. Ik aarzel. Mag ik jou daarmee belasten? Oh, natuurlijk mag je dat. Moet je dat zelfs. Ik ben sterk en moedig. Ja, ik wilde het eerst alleen verwerken, maar later bleek dat het beter was om er eerst met jou even over te praten. Ja. De toren staat op instorten. Oh, Freek, wat moeten wij daaraan doen? Wat was dat? De toren is ingestort. Maar dan moet die toch gerestaureerd worden? Er is geen geld. Nou, misschien met een fancy fair, een verloting, een nachtfeest ten bate van... Oh, nee, Cornelia, nee. Jij en ik, wij moeten samen de toren restaureren. Ja, Freek. Goed, Freek. Vanavond nog? Het kan niet anders, het moet. Kom mee. Ja, Freek. Roep de kinderen, zij moeten helpen. Maar Freek, ze liggen in bed. Roep de kinderen, zij moeten helpen. Joep, Keeske en Hendrik, al die troost van een nou een pietertje. Kom uit bed, we gaan de toren restaureren. Cornelia, ik ga vast. Oh, liefste, wacht even. Dit vergat ik nog. Er is een brief voor je gekomen. Een brief? Ja. Cornelia,
Ik ben in Meppel beroepen. Wij gaan naar Meppel. Meppel. Freek. Oh, wat heerlijk. Ik heb mijn hele leven verlangd om in Meppel te wonen. Oh, Freek. Cornelia, alsjeblieft, beheers je. We gaan per slotverrekening niet voor ons plezier naar Meppel. Freek, vergeef me. Ik liet me even gaan. Doe dat niet weer. Nee. Gaan we nu de toren restaureren? De toren? Nu? Nee, Cornelia. Wij gaan naar Meppel. Joop, Kees, Karel, Henrik, Annie, Truus, Nelderwitje en Pietertje. Het hoeft niet meer. We gaan naar... Meppel? 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 Hij zou nou best eens een ruimtevaarder kunnen wezen. Zoals Satkin,
Of van die ronde, dikke vrouwen met van die dijen zoals Moore. Veel abstracter. En beeldhouwer die last. Elektrisch last. Allerlei ijzeren toestanden waar je je kousen aan ophaalt. Of nog moderner. Zo'n beeldhouwer die al over de baard heen is. En die kunstwerken maakt van fietskettingen en stukken oud roest. Nou, hé, hey, doe me een plezier, zeg, luister op. Wanneer je moeder gaat op dak zitten, ga je alsjeblieft wandelen. Ja, maar luister nou eens, Feike, hoe kan dat nou? De kinderen. Stuur de kinderen maar naar Dolce Vita. Ach, zeg, Feike, daar zijn ze al 3 keer geweest, de baby ook. Mensen, gaan er toch weg? Hoe kan ik nou werken dat je ze zit te meijeren? Ik zit niet eens, ik kan niet eens zitten. Je hebt alle stoelpoot al voor je werk gebruikt, Feike. Als dat soms een soort verwijt is. Nou, Feike, hoe kom je daar toch bij? Je werk is toch het allerbelangrijkste? Ook al heb je alle veren uit ons bed gebruikt en alles uit de klok en mijn handmixer, Feike. Hey. Zie je wat ik je zit te meijeren? Zie je wat je net één stuk door zit te meijeren dat je er niets van begrijpt? Hé? Mee gaat toch weg? Je gelooft helemaal niet in me. Rijd donderop. Oh, hoe kan je dat nou zeggen, Feike? Ik heb je toch geholpen met je tentoonstelling? Ik ben veel te blij dat je tentoonstelling krijgt, Feike. Ach, het wordt vast een groot succes, zeg. De Amerikanen zullen het kopen, Feike. Je komt op de biennale. Ach, ach, het is zo ontroerend mooi, dit werk, hè. Elke keer als ik ernaar kijk, hè, dan gaat er een rilling over mijn rug, zeg. En dan krijg ik gewoon tranen in mijn ogen, hè. En toch is het nog niet goed, hè. Nee. Er mankeert wat aan. Het is nog niet goed. Maar wat? Waar ligt het aan? Waar kan... Nee, is het ook niet. Dat is het ook niet. Waar kan dat aan liggen? Want ik weet het is niet goed. Het is nog niet goed. Helemaal niet. Oh, help. Nou, ga weg. Ga open doen. Ik wil niemand zien. Ik ben er niet. Zeg dat eens op, donderen. Nee, Feike, dat zal de man van de afbetaling zijn die de televisie terugkomt halen. Kan me niet schuilen wie het is, dan ga je de kring maar mee. Ja, maar Feike, dat ken helemaal niet. Het hele binnenwerk zit in je uiveren. Mens. Oh, Feike. Zeg, Feike, het is de man van de afbetaling helemaal niet. Meneer? Hoe? Wat kom je doen? Wat? Oh, Feike. Zeg, het is iemand om je te interviewen van een grote krant, zeg. Zeg, meneer, wie bent u dan? Wat? Oh, Feike. Zeg, het is die kunstcriticus. Je weet wel, hoe heet hij nou weer? Prangen. Zeg, hij komt je interviewen, Feike. Prangen. Lieveling, wat een geluk. Prangen zelf. Prangen zelf. De man die me altijd uitstekende kritieken geeft, die komt hier. Ja. Shhh. Maar hoe krijg ik het af? Hoe krijg ik het af? Want het is nog niet helemaal goed. Vraag, laat Prangen boven komen. Vraag, loop in de hel. Ga weg. Ja, maar Feike, ik ga al. Feike, ik ga al. Maar ik moet eerst de baby even zijn flesje geven, hoor. De baby moest zijn flesje hebben, Feike. Jongen, hoe krijg ik het nou af voordat Prangen boven komt? Hoe krijg ik het af? Zoals ik het gezien heb in mijn verbeelding. Het is toch niet goed namelijk, hè? Er ontbreekt net iets aan. Er ontbreekt iets aan en ik weet niet... Ik weet... Waar? Voilà! Laat nou Prangen maar boven komen. We zijn in Zwolle. Gunst, daar heb ik nog eens gewoond. Ik was 17. Hoe heette die jongen nou ook alweer? En wou ik nog wel of wou ik nog niet? Oh, mijn eerste liefde. Maar genomen die eerste schat van mij, die jongen van mijn dromen, hij was zo levensblij. Hij had lichtbruine ogen, hij had zo'n lieve stem, hij kon zo teder kijken.
woonde toen in Zwolle. Zeg daarvan nooit iets kwaads. Het is niet bepaald een dolle, maar wel een lieve plaats. Had ik hem maar genomen, het was zo'n flinke boy. Mijn allereerste liefde, wat is zo'n liefde mooi. Wat is zo'n liefde ik hem maar genomen, denkt u dat ook zo vaak? De jongen van uw dromen heeft nu een grote zaak. Zijn donkerbruine haren, zijn lieve zachte stem. Hij kon zo teder kijken, u hield zoveel van hem. Dat is nu lang geleden, voorbij is het allemaal. Zijn haar is uitgevallen en ook zijn ziel is kaal. Zijn stem is niet meer teder, zijn ogen staan nu flets. Hij zegt om 6:30, gaan we nou eten, Bets? Heb maar geen spijt om die eerste, zucht maar niet van hè. Weet u wat hij is geworden? Ah, bourgeois, pas encore satisfait. 40 met een buikje, altijd in zijn auto. Wat voor interesse, enkel maar de toto. En met allerhande eigenschappen die u toen niet wist. 100 keren zal de flauwe grappen. En zo egoïst, ongelooflijk. En zo egoïst.
Had ik hem.